Waarvoor heeft u dit werk gekozen? Ja, ik vind het leuk om met kinderen te werken. En ja, ik vond het ook wel interessant en het is ook wel iets wat bij me past. Ik ben zelf ook wel sociaal en ik denk als je zelf naar jezelf kijkt, van weet je, je bent sociaal en je kan goed met mensen. Zo heb ik eigenlijk naar mezelf gekeken, van ja, ik ben sociaal en ik kan goed contact maken met mensen. En ja, kinderen, dat vind ik gewoon een hele leuke leeftijd en dat sprak me ook het meeste aan. Dus vandaar dat ik met kinderen werk. Wat voor werk doet u? Nou, ik werk met kinderen van 0 tot 4 jaar op een verticale groep. En wat het werk precies inhoudt is dat ik samen met mijn collega's kinderen verzorg en de kinderen vermaak over de hele dag. Dus dat houdt in luiers verschonen, ze bezighouden, ze helpen stimuleren met bepaalde ontwikkelingsaspecten, verschillende ontwikkelingsgebieden. Ja, zorgen dat ze een leuke dag hebben hier. Oké, en wat is het schema van de kinderen? We hebben zeg maar gewoon één dag ritme. En omdat wij een verticale groep zijn, verschilt dat nogal. De baby's volgen bijvoorbeeld niet hetzelfde ritme als de kinderen die wat ouder zijn. Maar we hebben wel één ritme, zeg maar. Dus dat kan ik wel vertellen. 'S morgens dan, vanaf een uurtje of 7:30 worden de kinderen gebracht. Mogen de ouders de kinderen al brengen. En dan om 9:00 dan gaan we naar de groep, gaan we fruit, mogen ze gewoon even spelen. En dan om 9:30 gaan we aan tafel, gaan we fruit eten. En daarna mogen ze weer vrij spelen of wordt er een knutselactiviteit wordt aangeboden of ze mogen lekker buiten. En dan gaan we om 11:30 gaan we dan aan tafel met de kinderen, gaan we een broodje eten. En worden ze natuurlijk verschoond ook tussendoor en dan gaan ze na het broodje eten, gaan ze naar bed. En dan nadat ze uit bed komen, yoghurt drinken en een koekje of een rijstwafel of een soepstengel. En dan daarna mogen ze weer spelen en dan komen de oudste kinderen weer ophalen. Dus dat is eigenlijk hoe het hier gaat, zeg maar, in grote lijnen. Oké.